Leuk die zijn bij een nieuw video. We gaan de Weekend League rewards weer openen. En dit is een reward waar je zegt, oké, dit is mijn plafond. In mijn geval. We hebben, let op, 16-4 gehad. 16 wins gehad. En we begonnen echt heel slecht. Nou, we begonnen al redelijk goed. 4-1. Maar op een gegeven moment 7-4. Nee. Ja, 7-4. En we hebben naar 16-4 gegaan. Dat betekent 9 potten op rij gewonnen. Echt en tegen hele goede tegenstander. Deze heeft echt, was echt goed. Ik moest me volledig concentratie. We kwamen hier heel. Hier had ik moeten scoren. Dom fout. Oh nee, dit was een hele belachelijke redding. Echt. Hoe je dit niet kan scoren. Vraag me af waarom hoe dat kan. Maar goed. Hier had er al 1-0 voor moeten staan. Uit die corner zelf. Kregen we de doelpunt mee. Dus 1-0. Dit is mijn corner tactiek. En het werkt constant. Vooral tegen de keepers die uitkomen. Is dit het idee om te doen. Direct daarna maakte het 2-0. Met een goede paas. Hij bewoog de keeper. Ik wist dat hij de keeper beweegt. Hoe hoger je rank is, hoe groter de kans is dat de keepers bewogen worden. Kijk, ik zag hem hier al. Oh, hij gaat diep. Dan laat ik hem spelen. Hoppa. Van Dijk, nergens bekend. Hij beweegt de keeper. 2-0. Hij maakte een goede doelpunt terug. 2-1. Dit paas, woep, ja. Het is lastig om zulke dingen te vertegen. Maar je ziet het nu. Ik zie hem niet. Ik zag hem hiervan niet. Dat deze paas kon. Hij wel. 2-1. En deze was jammer genoeg mis. Moest ik dit scoren? Oh ja, nee. Ik miste hier zoveel kansen. Ja, toen deed ik dat uit mijn gevoel. Kwam er 3-1 voor de rust nog voor. Hier, laat wachten, de keeper. Hoppa. Is ook een tactiek trouwens. Gewoon langs sideline. Dan toelopen naar keeper toe. Wachten dat de keeper beweegt en dan paast. Is hij altijd uit het doel. De 3-1 voor. 4-1 krijg je hier. En ik wist hier ook al. Oké, ik moet korte hoek. Hoppa. 4-1. En dan maakt hij een heel goed doelpunt weer. Dit is ook zo overpowered trouwens. Dit. Alle verdedigers gaan links. Zie je dat? Links. En je kan niet geselecteerd worden. Kijk. Waar gaat Vieira heen? Waarom gaat Vieira naar links? Waarom gaat hij niet met die spits mee? Als hij met de spits mee was geweest. Dan stond hij daar. Maar ja, niet meer. Ja, 4-2. En op een gegeven moment race quit hij op de 76e minuut. Omdat ik een beetje aan tijd aan het rekken was. Beetje bal bezit houden. Ja, je moet wat. Als je 16 winst wil halen. Goed, 16 winst. Hier een bevestiging. Dat we rank 3 hebben gehaald. Heerlijk. Kijk, hop, rank 3. En we gaan alleen de player picks openen. Want zoals zei eerder. Elke keer. De team die hier komt eraan. Nog 3 weekends. 3 weekenden. En dan is het klaar. Dan is het team die hier. Ik denk na dit seizoen. We krijgen 3 84 plus. Playpicks. 1 uit 4. 1 keer 3 keer 3 85. Dus die hebben we 1 extra. 2 keer. Die 5. Daar hebben we nu 31 van. Een 100k pakket. Daar hebben we nu 8 van. En een ultimate pakket. Daar hebben we nu 7 van. Oké. En 85k coins. Heerlijk. Ideaal. En we hebben nog meer playpicks. Voordat we het doen. Doelstellingen. En we hebben 10 keer 83. Dus we hebben nu exact 200 op papier staan.
Winterwerken had, wij is niet goed genoeg. Dus 10x83 komt erbij, daar hebben we er nu 4 van. De playpick. 1 uit 84. Of 1 van 4. Van 84 plus. Daar hebben we er nu 4 van. Oei. Ik ben nog steeds van... op beademing, zou ik zo zeggen. En hier gaan we de 4x85 doen, denk ik. Of, nou, weet ik niet. Dit, de 5x84. Jemig, wat een packs die ik voor 10 miljoen pack. Ik heb de waarde van ongeveer 2100 euro nu al. Na deze pack, deze geopend, deze bewaard. 2100 euro, moet je nagaan. We hebben hier nog wat packs en playpicks. 45 Capcat, die waren ook. 36 hebben we er nu van. We hebben nu 202 packs. En dat was het. Denk ik. Ga ik vooruit. Je weet helemaal niet. Je weet helemaal niet wat er nog allemaal staat. Dus in ieder geval. Hier ook niks. Nee. Ik moet nog dit even. Dit doen nog. Deze. Nee, deze niet. Die ook niet. Deze. De 250 kaapketten. Voor de rest. Niet heel veel bijzonders. Goed. Dat waren de doelstellingen. De club. Dit is mijn team. Garincha heb ik gepakt uit de 30 coin pack. Heel raar. In het begin vond ik, ik wist niet hoe ik moest spelen. Maar nu, na deze weekend, weet ik hoe ik met hem moet spelen. Hij is buurbuitenspeler. Beetje afschrikken, beetje. Martinelli is redelijk goed. Zoals ik zei, buitenspelers scoren niet vaak bij mij. Die creëren meer wat. Gaten voor met twee spelers in de spits. Ginola is erg goed. 112 doelpunten, 105 assists in 153 wedstrijden. En de Mbappé. Zie maar. En ik heb Vieira als centerback. En Gullit als center mid. Ik wissel in om in 4-2-2-2. Als je tactics wil zien, zet even in de comments neer. Wil je tactics zien, ja of nee? Maar goed, 16-4. Met dit team is prima. En ik denk dat dit ook mijn plafond is. En laten we nu kijken wat we krijgen. We pakken eerst die 75 plus. Een Parejo, ideaal. Walkout. Uit deze is helemaal mooi. Diaz. En 4 playpicks. Laten we kijken wat we krijgen. De eerste. Liep veel soeps. Nummer 2. Ook niet veel soeps. 85. Nummer 3. Paredes. Ja, redelijk. En de laatste. En Ederson. Goeie vodder. Zoals ik zei, dit had je ook kunnen hebben bij Elvinst. Maar de reden waarom ik zo ook nog blij ben, is vanwege de doelstelling. Hier staat 218 packs, maar dan moet nog een paar packs openen. Maar de doelstelling voor de WikiLeaks is er ook nog. En daarom is het ideaal, die 16 winst, is dit. We hebben 38 gespeeld. Dan krijgen we hier de volgende keer de volgende week dus 284 van. Maar deze pas later. Maar dit. Hier krijgen wij 70 winst. Krijg je de tweede red play pick. Red player Evo. En we hebben al een red Evo kunnen doen. Of we kunnen nog steeds doen. Dus deze. Ik denk dat ik hem ga doen op Gullit. Denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Zet me in de comments neer. Zal ik dit doen, ja of nee?
En vergeet niet te abonneren voor mijn 16-4. Want het zou mooi zijn dat dit beloond wordt met een abonnee. Dan zeg ik nou altijd blijven lachen. Ciao, ciao.